Valerie de Bozer was afgelopen weekend bijzonder trots. Trots als moeder van Nono Wouters. Nono schittert in de Catnet Musical team-up. Volgens Valerie heeft Nono het super gedaan. En zelfs zou ze ook wel graag een rol willen bemachtigen. Gewoon voor de fun. Staat hier nu een trotse mama of? Oh, dat zou wel zijn. Heel trots. Ik ben een paar centimeter gegroeid. Ja, ik ben heel trots. Hij heeft er hard voor gewerkt, zoals iedereen van de cast trouwens. En ze hebben dat schitterend gedaan. Ja. Wat vond je nu het beste aan Nono? Zijn energie en zijn mimiek. Dat is niet normaal. Hij heeft eigenlijk nog nooit dansles gevolgd ervoor, of zangles, of gezongen, of gelijk wat. Dus het was voor mij wel van wauw. Zit dat erin? Ja. Hij vertelde mij eerder dat hij heel graag danst. Van wie heeft hij dat? Alle twee. We waren alle twee wel dansers vroeger, als we uitgingen en zo. En ik wou heel graag dansen als ik jonger was. Maar dat mocht niet van mijn ouders, omdat ze mij niet konden brengen. En ze wouden niet dat ik in de donker terugkwam met de fiets. Dus ja, het is aan mijn kinderen nu. Zeg, Catnet heeft nu wel één groot probleem. Ja, en dat is? Voor volgend jaar, de Woutersen zijn opgebruikt. Ja, ze zijn opgebruikt. Maar ik heb wel nog een metekind dat ook heel erg into musical en toestanden is, maar ze is nog een beetje te klein. Maar ja, het is opgebruikt. Ze mogen jou niet vragen voor een volwassen rol? Ja, ik zal zo'n directrice spelen, hè. Zou je dat zien zitten? Maar ja, jij, fun. Ja, zeker.